Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En vandaag gaan we dan toch eindelijk het grote hotel bespieren. We staan hier bij... Ja, Dick. De loser die alles ruïneert. Het is weer van mijn mensen. We staan hier bij de extra ingang van Land of Odin. Hier is het een en ander veranderd, hier heb ik bomen neergezet, zodat je de achterkant van Revolution niet zou kunnen zien, want dat trekt op geen hol. Wat dan? Die bomen hier, anders zie je de luids van Revolution. Ja, ook al is het een mooi spel. Nee, langs achter trekt hij op niks. En jij ook niet. Boom. Hier, daar is dan de ingang via Land of Odin en hier is dan Hotel Drakkar. Mooi hotel geworden. Dus we gaan naar binnen. Maar we gaan nog. Ik ga geen deuren afbreken, want het moment dat we dit opnemen. Is toch niet open, hè? Pas van het moment dat deze online komt. Dus. We komen nu in de grote hal aan, mensen. Mm-hmm. Met topmuziek van goede kwaliteit. Ja, zo relaxte muziek waarvan je in slaap kunt vallen. Yeah, en het. Monument van Drakkar. En dat staat hier ook. Hier hebben we de balie met personeel. Ja. Die waarschijnlijk in het zwet werken, want Jonas is te gierig om uit te betalen. Inderdaad, mensen. Dan gaan we naar het zwembad. Die was de laatste keer dat we er waren ook al klaar, maar ik denk dat we die zijn vergeten te showen. Dat denk ik niet. Dus in ieder geval, dat is binnen een zwembad. Kun je er ook via de bar wat kopen. En je hebt hier jacuzzi's. En een buitenbad. Kunnen trouwens zwemmen in deze versie? Nee, dat gaat niet. Oh, buiten zwembadje mensen, dat is denk ik, want het is nu te kabel, want het is een snijf buiten. Ja, in deze moment wel, ja. Maar dan gaan we terug naar binnen en dan gaan we andere kamers bewonderen. Ja, en ook die van mijn persoonlijke kamer mensen, niet vergeten. Wat is dat weer aan het doen met zijn kutkompas? God miljard. Boah. Mensen. Dining room. Dan is hier de bar. Met ook toegang naar buiten. Er staat ook een barman die daar cocktails shaked. En je kunt ook naar buiten hier. En dan is er ook nog een fitnessruimte hier. Waar is die gast in? Ja, het is bij mij allemaal te vlot. Deze hebben we al laten zien denk ik. Gewoon een paar fitness toestellen, allemaal gewoon wat je echt in een hotel kunt vinden. Een luxe hotel dan. En dan hebben we de dining room, het zaal, waar ook personeel staat te pakken. Dus je hebt er iemand die daar wafels zit te pakken, iemand die pannenkoeken zit te bakken en die ja. En ook iemand die drugs zit te verkopen, maar dat is gebeurd in de kamer van Fast Ride. Ja. En de drugsdealer heeft een welluidende naam, Jonas Vaas. En dan gaan we naar de chillste ruimte van het hotel. De chill lounge. Hier zitten ook beste mensen, KW Mechelen is gewonnen van Charleroi, dus dat is een applaus waard. Hier zitten ook... bezoekers te chillen in de bubbelbaden, hier is er een. Ja, lekker live, iets verderop hier, die ik al een pak heb gepakt. Niet doen in de video, want dan worden we gestraakt. Hier wordt er een gemasseerd en de bubbelbaden zijn werkend. En ik ga samen chillen met dat wijf hier. Voilà, ze. Echt de bubbels. Maar geen vuile zaken als je blijft. Oh ja, juist, we weten de bubbels. Die zijn geïnstalleerd door Fast Bubbles & Company. Ik weet niet hoeveel belachelijke namen dat die gast nog gaan verzinnen. Het stoomt er ook echt en ja, alle bubbelbaden. Ik ga dat stel hier even opvrolijken met wat bubbels. Bubbels en co.
Kijk eens jongen, die twee homo's hier, die hebben de tijd van hun leven. Brian. Oké, dan is het tijd voor het belangrijkste onderdeel en dat zijn de kamers. Elke verdieping is gekopieerd. Elke normale kamer is ongeveer hetzelfde ingericht, alleen het is niet hetzelfde. Dus we pakken hier gewoon een random trappenhal. Kalm as no man's. En dan komen we hier. Ja, maar wat de fuck is dan 100 trappen, jongen? Ja. En hier hebben we dan, we gaan eens zo één kamer zien. We hebben één kamer in een making-of gebouwd. Dat zullen we nog misschien wel weten. Dat kan online of wat? Ja. En dit is dan bijvoorbeeld één voor 4 personen, want in de build video hebben we een kamer gemaakt voor 2 personen. Dus dat je maar één bed hebt, maar hier staan er dus 2. Lijk is weg. Ik heb een badkamer natuurlijk. Gewoon een simpele badkamer, gewoon een gemak, een douche en een poembak. Dus zo zien ongeveer de kamers eruit. Sommige zijn voor 4 personen, andere voor 2. We hebben nog suites. En dan gaan we een van de suites bezien. Ja, die van mij natuurlijk. Zo zien die lange gangen eruit. Fucking creepy. Ja, kun je misschien een hoger verhaal opnemen. Maar ja, en dan hier. Heb je zicht op de hal. Ja, ik weet er niet afspringen, want dat zou zelfmoord zijn. Ik hou niet tegen de mensen. Maar dan hier is bijvoorbeeld zo'n suite, een van de 3. Wat gaat er bij mij dan anders, hè? Die met mijn naam op. Ja, dat is waarschijnlijk een verdieping hoger. Ga maar naar boven dan. Wordt afgebroken. Nope. Misschien nog een verdieping. Ja, hier. Suite 3. Verdieping is voor Jillefje. Kijk, komt hier direct binnen met een mooi bed, een open haard en een luxe. En nog een bad erbij, mensen. Dat is nog extra luxe. Ja. Het verschil is dus badkamer met bad, zetels, een tv, een balkon, een eigen koffiezetapparaat, een frigo en hier de rode sussen, dus dat wil zeggen zo luxe bedden, zo, die gaan niet dan veel beter liggen. Want het is algemeen bekend. Ik zie dat niet, hè? Want... Bij mij is gewoon wit. Ja, bij mij zit gewoon rood. Ja, zeg. Maar het moet een comfortabele matrassen voorstellen. Want het is algemeen bekend, mensen, dat bedden in een hotel fucking slecht liggen. En hier heb je een prachtig uitzicht op het zwembad, op de parking en op een bos. Volgens mij zijn we niks vergeten. Zo, dit is een overview van het hotel. De suites zijn gemakkelijk te vinden, die zitten hier in de toren. Die wat boven en alles uitsteekt. Hier heb ik trouwens iets. Oh, hier heb ik trouwens. Heb je die baan laten zien, drol? Nee, nog niet. Hier heb ik trouwens iets extra gemaakt. Niet echt nodig, maar ik heb het maar gemaakt. Het is realistisch. Dit is dus de weg waar, hoe dat je naar het park komt gereden. Met uw auto. Dan kwam Jonas met het geweldige gedacht om hier de spang te maken. Dat er een bus afkomt van History Park en dat je zo met de bus, joeps, naar het park rijdt. Dus vind je dat een goed gedacht en willen dat we dat uitwerken, geef alles eens een like. En laat het weten in de reacties of op Discord van Enterprises. Of misschien gewoon de vraag naar Marco Pretpark, want dat is de enigste gast die dat reageert. Ja, en de rest hebben we al in de vorige video laten zien. Zo in de 100ste aflevering. Zodat dat ik nieuwe lantaarns heb geplaatst op de spawn. Dat de main suite een beetje van vloerpatroon is veranderd. En ook nieuwe lantaarns heeft gekregen. Ja, allemaal professionele mensen. En we zijn ook binnenkort onder een video van Golden Century online. Ja, wel, we zijn aan een nieuw gebied begonnen. Mm-hmm. Dat is allemaal voor later, mensen. No worries erover. Ja, dat is in ieder geval wel de volgende aflevering. Er staat al iets in het gebied. Dus we zouden eigenlijk al een spot kunnen maken, maar dat gaan we dus niet doen. Zo. Maar ja. het was het hotel, dus we gaan de outro doen bij het hotel. Het hotel van Lentevoorden.
Normaal maar dacht ik. Maar het is het hotel bezoeken mensen. Ja, je kunt erin. Alleen ja, kamers kopen, denk ik niet dat we dat gaan doen. Nee, en anders, misschien kunt je een kamer gewoon altijd kopen bij mij. En dan kunt je als enige binnen daar. Dan zit er een pressure plate en dat jij er enkel over kunt. Zo met je naam. Dat kunnen we altijd doen. Ja. Maar dat gaat wel een beetje coins kosten en dat is niet goedkoop op deze zuiver maand. Je zou nu denken van waarom zet je een hotel neer als het niet gebruikt wordt. Ja, we hebben een groot park, het History Park is groot. Dus in zo'n park heeft een hotel nodig, dus daarom staat het hier nu wel schoon. En even de houtachtbaan. Het gaat ook het enigste hotel zijn, want ik dacht eerst nog een hotel te bouwen in Golden Century. Maar daar komt dus ook een extra ingang, gelijk als hier. Maar daar komt geen hotel, maar daar komt het waterpark te liggen. Eerst dacht ik het waterpark hier te bouwen, zo bij de hoofdparking. Maar we gaan het ook bij Golden Century maken, het waterpark. Maar het thema blijft Atlantis, dat past alsnog zo bij een piratenthema. Dus, maar dit was Hotel Drakkar, wat vind je ervan? Duimpje omhoog. En als je graag reageert, mag je laten weten hoeveel sterren dat je het hotel zou geven. En als er iemand reageert, dan zet weer een bordje neer met het aantal sterren van het hotel. Inderdaad. Maar voor nu, tot de volgende video in History Park of iets anders. Ciao. Laters!